Daar een week een beetje een voorbereiding voor een winterseizoen, denk ik dan toch hier, hè? Ja, maar het is nu nog wel zomer, hè. We staan aan het begin van de zomer, dus daar zijn we toch nog niet te veel mee bezig nu. Ben je al bezig met deze wedstrijd of ben je al bezig met andere plannen in je hoofd om het wegseizoen? Nee, we proberen gewoon de conditie een beetje bij te krikken, op te krikken met deze wedstrijden. En dan ja, richting Ronde van België en zo is toch best aangewezen. Is het een beetje een verplicht nummer? Hier niet, maar de start van het wegseizoen voor ons dan is. Allee, ik kijk daar toch altijd naar uit, zeker zo die laatste twee weken. Als je de kilometers al min of meer in de benen hebt, dan kijk ik toch altijd uit naar de start. Ik denk wel dat je het parcours kent, hè? Waar ligt de ontknoping van deze wedstrijd? Ja, dat is moeilijk zeggen. Je zou het altijd denken op die twee bergjes, maar het is toch die koos tussenin dat gebeurt. Speelt er wind misschien een rol? Ja, ik denk het wel. Vorige week stond het nog anders als ik eens kwam kijken. Dus ik denk dat hem nu misschien wel op trot een beetje op de kant staat. Dus dat wel een lastig punt zal zijn. Is er iemand naar voren geschoven binnen jullie team? Nee, niet speciaal. Iedereen rijdt zijn eigen wedstrijd? Ja, toch wel. We hebben geen echte afspraken gemaakt en we zien wel waar dat we uitkomen. Nee, zijn jullie tevreden van jullie wedstrijd? Met een goed gevoel, maar een uitslag op plakken bij een eerste wedstrijd, dat is toch niet zo gemakkelijk. Toch in beeld komen, hè? Ja, dat is altijd de bedoeling, hè. Ik denk dat iedereen dat wil en dat is bij ons niet anders. Oké, veel succes. Ja, dank je.